Dat is het verhaal van de Oresteia, vertaald naar het Amerika van het eind van de 19e eeuw eigenlijk. En wat wij gedaan hebben is om dat verhaal nog eens terug te brengen naar onze tijd. Want van al die oorlogen merk je niets meer in onze voorstelling. Wij hebben ons echt bezig gehouden met dat familieverhaal. En eigenlijk met, wat is dat nou leven? Want de titel is Rouw Siert Electra. Rouwen, dat doe je als je afscheid moet nemen. Als je met verlies te maken hebt. En al deze personages in het stuk, die hebben ooit met verlies te maken. En dan is het natuurlijk heel mooi om te zien, heel spannend om te zien, heel pijnlijk ook om te zien heel vaak, hoe dat deze mensen een groot gevecht moeten leveren, een kruisvaart moeten ondernemen, om dat te kunnen, om tot rouwen te kunnen komen. En vele van deze personages komen daar nooit toe. Lavinia, het hoofdpersonage, de Elektra-figuur in de voorstelling, die komt daar uiteindelijk wel toe. Ja. U zei net al, het is een Griekse tragedie vertaald naar de Amerika van de 19e eeuw. En in de setting zoals die hier gespeeld wordt, weer vertaald zeg maar, naar het heden met gebruikmaking van moderne technieken. Waarom heeft u hem weer naar het heden willen vertalen? Och, dat doen we eigenlijk altijd. Ik probeer altijd te begrijpen, zo'n tekst, wat wil die nou vertellen en wat wil die ons vandaag nou vertellen? En dan denk ik dat elke auteur, dit stuk is geschreven in de eerste helft van de vorige eeuw, dus heel lang geleden ondertussen, bijna 80, bijna 100 jaar geleden. En zo'n auteur heeft natuurlijk een bepaalde setting meegegeven die toen in der tijd erg modern was, erg eigentijds was, vooruitstrevend was. Want dat was O'Neill. O'Neill was een heel bekende, heel gelauwerde toneelauteur in die tijd en overigens nog steeds. Want hij hoort bij de grote schrijvers van de vorige eeuw in het Amerika van toen. Dus dan moet je toch altijd als regisseur, dat is onze taak in de eerste plaats, gaan zien hoe kan dat stuk nou tot het publiek van vandaag op zijn volle kracht spreken. En dan denk ik, maar dat is mijn opvatting, dat je dat niet doet door museumtheater te maken. Door het theater te maken zoals het ooit gemaakt werd. Ja. Door een imitatie te maken van een soort Amerikaans realisme uit die tijd. En dan probeer je dat te begrijpen vanuit de tekst, vanuit de regieaanwijzingen. En daardoor zijn we gekomen tot deze een hele echt tijdse ensenering waar dat ook video in gebruikt wordt. Bijvoorbeeld die moord op die schipperkapitein in het tweede deel, die wordt gefilmd door Lavinia. En die krijgen we niet live op de scène te zien, maar ze krijgen wel heel realistisch te zien, echt gefilmd op een boot. En we proberen op die manier de mensen van vandaag daar heel dichterbij te betrekken bij dat verhaal dat we eigenlijk allemaal nog herkennen. Ja. Wat me dan wel opvalt is dat in de tekst van het stuk blijft u wel heel erg bij de oorspronkelijke tekst van O'Neill. Altijd. Ik vind de tekst is voor mij heilig, dat is ook de basis, dat is het enige houvast dat we in het theater hebben. Al het andere is subjectief. En vanaf dat we gaan repeteren, de manier waarop ik een tekst lees is natuurlijk subjectief. Ik kan het alleen lezen met hoe dat ik in het leven sta, met wat ik heb meegemaakt, hoe objectief je ook probeert te zijn. Ja. En natuurlijk, daarna ga je met de acteurs repeteren, die hebben ook allemaal hun inbreng, dus de subjectiviteit die groeit alsmaar. Dus de tekst, dat is waar we altijd naar terug moeten gaan. En maar die is voor mij heilig. U had bijvoorbeeld ook het kunnen vertalen naar bijvoorbeeld een Nederlandse militair die uit Bosnië terug was gekomen en daar dus zeg maar ook die setting nog eens naar het heden te verplaatsen. Dat zou kunnen, maar voor mij was in dit geval die oorlog eigenlijk niet het belangrijke aspect. En ik geloof ook niet dat het voor O'Neill het belangrijke aspect was. O'Neill heeft ook eens gezegd, ik heb een oorlog genomen die ver genoeg weg was, ook toen al in zijn tijd, die ver genoeg weg was, zodat de mensen zich niet meer herinnerden wat het die oorlog was. Dus het was nog net niet de bedoeling van O'Neill om een hele actuele oorlog te nemen en om daar een oorlogsproblematiek rond te maken. De bedoeling van O'Neill was echt, zoals in vele van zijn andere stukken, om in te focussen op een familie, op wat zich daar afspeelt, op hoe mensen daar met elkaar niet kunnen omgaan vaak en hoe dat het daar fout gaat. Dat is eigenlijk ook waar het stuk om gaat. Dus die oorlog is daarvoor de achtergrond. Ja. Het is een stuk van O'Neill. Waarom heeft u gekozen voor een stuk van O'Neill voor Toneel van Amsterdam? Ik heb een lange, persoonlijk als regisseur een hele lange geschiedenis met O'Neill. Ik heb O'Neill voor de eerste keer geregisseerd bij het Zuidelijk Toneel, het Begeren onder de Olmen. De mensen kennen die voorstelling misschien nog als die voorstelling met die levende koeien op de scène. En daarna heb ik Rijke Manshuis gemaakt, wat toen de publieksprijs heeft gekregen voor de beste voorstelling van het jaar. Door het publiek de beste voorstelling van het jaar uitgekozen. Wat merkwaardig was, want die voorstelling die duurde 4 uur. Zaten heel veel monologen in. Het was een hele extreme, hele moderne voorstelling. Ik heb er een grote affiniteit mee. En ik heb gemerkt dat ook het Nederlandse publiek er een grote affiniteit mee heeft. Ik heb ook de acteurs om dit dit vergt virtuoos acteurspel. Bij Toneel op Amsterdam hebben de acteurs om dit waar te maken. Dus toen viel alles samen. Heeft u er een verklaring voor waarom het nog zo aanspreekt?
Omdat O'Neill, zoals alle grote schrijvers... O'Neill is een Nobelprijswinnaar. Is niet zomaar een schrijver. Hij is echt een grote meneer. Shakespeare van de Verenigde Staten. Hij wordt wel eens de Shakespeare van de Verenigde Staten genoemd. En hij is werkelijk iemand die, zoals alle grote schrijvers... iets universeels aanraakt. Maar dat doet hij door over hele eigen dingen te schrijven. Want O'Neill staat ook bekend als een heel autobiografisch auteur. Alles wat hij beschreven heeft, dat refereert naar zijn eigen leven. Dat heeft hij zelf meegemaakt. Ik heb wel eens gezegd dat O'Neill alle stukken met zijn eigen bloed en tranen heeft geschreven. En dat voel je. Die noodzaak om dat te schrijven, dat voel je enerzijds. Maar anderzijds, doordat het zo persoonlijk is, wordt het eigenlijk universeel bij O'Neill. En dat is de kracht van grote schrijvers. Ja. Is er ook bij u een noodzaak om dit stuk te brengen? Absoluut. En wat is die noodzaak dan? Voor mij, als ik het heel kort moet omschrijven, is het belangrijkste... Kijk, als je puber bent in het leven, dan probeer je van thuis weg te gaan. Je rukt je los van je ouders, van je afkomst. En je wil in de illusie leven, of op dat moment denk je dat het echt kan, dat je uniek bent. Dat je jezelf gemaakt hebt. Dat je je eigen leven helemaal bepaalt en bestemt. Dan kom je erachter op een bepaalde leeftijd dat dat niet zo is. Als je terug thuis komt, dan zie je in je vader en je moeder zie je jezelf zitten. Wat een soms verschrikkelijke ervaring is, maar wat het ook een gegeven is. Ik denk dat O'Neill het daarover heeft in deze stukken. Hij heeft het erover. Lavinia moet op het einde accepteren dat zij de dochter is van haar vader en van haar moeder. Ook al heeft ze haar moeder het hele stuk lang bevochten. Is dat ook iets wat u uit uzelf herkent? Ja. Dat heb ik zelf meegemaakt. Ik bedoel, die strijd om los te komen van mijn dorp waar ik uitgekomen ben. Een heel klein dorp in Vlaams Limburg. 2000 mensen, allemaal boeren die daar wonen, boerengezinnen. Ik wilde daar weg. Ik voelde me daar te beknot, bekneld. Ook, ik wilde ook weg van mijn ouders. Ik voelde me er ook beknot, bekneld, die mij een richting wilden geven in het leven. Ik wilde dat zelf bepalen. Ik denk dat dat heel herkenbaar is. Dat is niet uniek voor mij. Nee. Deze voorstelling gaat nu op tournee door Nederland. Wat is uw verwachting daarvan? Dat heel goed gaat lopen. Nee, kijk, het is altijd prettig natuurlijk als je toneel maakt voor de grote zaal, dat er zoveel mogelijk mensen komen kijken. Dat is onze ambitie, dat willen we. Zonder compromissen te sluiten in ons toneel. Want het toneel dat je ziet is met 100% inzet gemaakt van iedereen. En vrij extreem, heel modern. En ik geloof, en ik ben daar zeker van, want ik weet dat uit ervaring, dat er een heel groot publiek voor is in Nederland. Het Nederlands publiek, ook in de provincie, niet alleen maar in de Randstad, die zijn echt groot geworden met vrij eigen tijd. Voorstellingen. En dat siert Nederland en dat maakt het Nederlandse toneel ook tot wat het is, denk ik.